Onze gast vanavond in Mint Late Night begon eind jaren tachtig haar carrière als zangeres. Eigenlijk is ze regente Frans, Geschiedenis en Engels. In 1989, de vorige eeuw, presenteerde ze een aantal jaar vanuit het Casino van Middelkerken haar eigen talkshow, die op tv1 werd uitgezonden. Op dezelfde zender presenteerde ze ook programma's als de Nix voor Nix show en ze was ook een van de vaste panleden van het Radio 2-programma De Zoete Inval en het tv1-programma Zeg eens Eu. Ze was de goedlachse, mag de blok Avona letteren en besloot er toen iets aan te doen. Een maagring halfweerde haar, maar de lach en stem bleven dezelfde. In november 2000 trouwden ze in Las Vegas. Ze profileerde zich in de Vlaamse pers als biseksuele en heeft een dochter die naar voetsporen stapt met ook een zangcarrière. In mei 2009 werd haar boek Veel levens voorgesteld aan de pers. Een boek dat ingaat op de vele levens die Margriet Hermans heeft doorlopen, onder meer zangeres. Presentatrice en ex-politica. Margriet, we worden oud. Ja. Het gaat snel, hè? Het ja. gaat snel. Ik, ik heb het even opgezocht wat jij allemaal gedaan hebt. Dat is toch wel wat, hè? Dat is een, ja. dat is een heel lange carrière. Hoe gaat het met jou? Heel goed. Waar exact. ben je mee bezig vandaag? De dag? Uh, ja, ik ben zo'n beetje aan het hernemen het leven van voor de politiek. Mm -hmm. hè? Behalve dat ik nog lid ben van heel veel raden van bestuur. Je kent dat Jurgen. Ja. <clears throat> maar ik ben nu terug bezig met lesgeven heeft terug van zijn les. Met heel veel plezier. Heel tof. Ik ben terug aan het zingen. Ik begeleid een klein beetje, want ik heb er niet veel aan te zeggen, uh, ons Celine. Mm -hmm. um, en voor de rest ben ik eigenlijk veel bezig met mijn echtgenoot en met mezelf. Want ik, vind, ja, ik ben ondertussen, als ik dat mag zeggen, 61, 61. Ja, dan, ja. Enes... 61. Nog niet met pensioen dus. Nee, nog een jaar moet ik doen officieel. Ja. En ik ga dan misschien toch wel doen met pensioen. We gaan een beetje meer reizen en genieten. Ja. En... Dus je geniet van het leven. Je... Ja. Nochtans, in 2014. Uh, zei je van, ik ga stoppen met... De tournee stopt of zo. En nu hoor ik toch van, eh, ik ga toch wel... Het zit erin, het blijft erin, je zal het blijven doen dus. Ik blijf het doen zolang de vraag er is, natuurlijk. Ik heb op dit moment hebben wij een programma lopen, Koen Krukke en ik. Uh -huh. Brasserie Nostalgie heet dat. Dat is een avondvullend programma uh -huh. voor de culturele centra, of de gemeenschapscentra uh, naar onze leeftijdsgenoten, waarin wij een stukje met humor terugblikken op de, eigenlijk de fantastische jaren die wij samen hebben gehad. Bij bij de zoete inval. En ook muzikaal. Koen ja. vult een stuk in en ik vul een stuk in. En we doen ook een paar liedjes samen. Oké. Okay. Um, natuurlijk zoek ik ook wat uh, foto's op en beelden. Van... Zie je graag foto's van vroeger? Of heb je ze nooit? nooit, ik, nooit ik, kijk, ik heb nooit... er één voor jou geselecteerd. Zo voor? Oh ja! Ik <laughs> dat zie oh my gosh. Hoeveel <clears throat> kilo's, kilo's meer was dit? Dat was toppunt, dat was 140 kilo, denk ik. Op dat moment. Super, hè? om niet te geloven. hè? En nu denk ik, uh, zal, zal ik toch wel een stuk of 65, wacht, 140, 55 kilometer. Want dit ik. was, um, wat jij toen deed, dan die beslissing van, om die maagring te laten zetten? Ja, het um, was een chirurgische ingreep, niet direct een ja, een maagring. Okay, ja, ja. oké. Okay. Um, dat was eigenlijk nog een beetje taboe. En, ja. en uh, Margriet Hermans, iedereen kende ze met haar lach. Ik was ook veel jonger in die periode, ik werkte toen voor de BRTN, dus ik, ik weet, ik kende zelfs jouw producers, ik liep soms in de, jouw buurt ja? veel jonger. En dan, dan besluit je om te zeggen van kijk, het, het is te veel. Ja, ik moest dat echt besluiten, echt, Jurgen, want het was... Ja, dat werd gewoon te zwaar en ik ben ook iemand die graag actief is, ook fysisch actief, nu, nu dat ik topprestaties mm -hmm. doe... Maar mijn lichaam werd heel zwaar voor mijn gebeente, voor mijn skelet. Ja. En ik denk: ja, als ik hier nu zo verder ga, dan kan ik binnen tien jaar niet meer gaan. Ja. En uh, ik ben ook iemand die graag tuiniert, toen al. Ja. En ik had zo wat groene vingers. En ik merkte als ik zo wat stond te wieden en ik moest op mijn, op mijn hukken uh, of urken, dat dat verschrikkelijk pijnlijk en vermoeiend werd. Ik denk: oh, Marguerite, ga je nu zo verder voor de rest van je leven? En toen ben ik met een paar dokters gaan praten. Ik ben zo het de horizon gaan verkennen ja. op dat gebied en naar de verschillende vormen van ingrepen. En dan uiteindelijk heb ik voor die toen Copinaro gekozen, wat nu niet meer bestaat. Mm -hmm. Nu heet dat allemaal gastric bypass. Ja. En ik ben daar eigenlijk niet bedroefd omdat ja. ik dat gedaan heb. Nu, je komt ook heel veel in de boekjes. Ik, ik las de laatste tijd een en ander ook over natuurlijk, van je dochter. Uh, het is een van de terugkerende vragen en discussies hier met heel veel van de gasten: de verhouding boekjes pers en en Gooi je er niet te veel in? Heb je de boekjes nodig of, of? Nee, eigenlijk heb je de boekjes niet nodig. Ik maar denk toch dat sta je erin. In. Je doet ook, je doet ah, toch ja, serieuze vind, uitspraken. Ja, maar ik vind als je er dan in komt, dan vind ik. Uh, dan, dan, moet het... dan moet het ook uh, met klank zijn, hè? Ja. Uh, Ik ben niet iemand die zelf ooit de pers belt om te mm -hmm. zeggen van we hebben dit of we hebben dat. Uh, maar ik merkte dat al. Osterine is ook zo iemand van de Facebook en de Twitter en ja. al die dingen. En dus ze had daar al op aangekondigd dat ze ging trouwen. En natuurlijk sprongen ze daar allemaal op. Ik denk, oei, ik zeg ze niet, je gaat dat toch een klein beetje kanaliseren, want dat gaat een catastrofe worden. Anders gaat iedereen daar zomaar staan, alle pers gaat daar staan. Hoe ga je dat nog verkocht krijgen? Ze gaan stout worden. En dan hebben we daar toch wel afspraken rond gemaakt. Ah ja, maar voor de rest kom ik niet zo vaak. Ik word meestal gebeld om iets te vragen. En dan. Maar, ja, je, ik kan het niet laten voordat, een mening ik, 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 wilde net, ik wilde net zeggen, je wordt wel gebeld omdat, omdat men weet van Margriet heeft wel een mening. Dat mm -hmm. ja, klopt. Ik heb een paar jaar mijn mening niet meer kunnen zeggen. Ja, bijna <laughs> vergeten, maar je hebt in de politiek gezeten. <laughs> uh, ben je blij dat je daaruit bent gestapt? Wel, het, het is wel een bevrijding in die zin. Minder stress. Toen als je in de politiek zit, ik moet jou dat niet vertellen, Jurgen, dan leef je van het moment dat je ogen open gaan tot je ogen mm -hmm. dicht gaan ben je met politiek bezig. Op alle mogelijke manieren. Op de manier van uh, de actualiteit die zich aanbiedt, de tendensen in de partij die zich aanbieden. Je zit vol idealisme, je wil van alles doen en uiteindelijk wil die partij maar één ding, dat is dat je je bak is houdt. Ja. En ik kon dat niet. Ja. Dus uh, ik had constant wrijvingen en constant uh, uh, moest ik dingen gaan rechtzetten. Ik mocht niks meer zeggen. Ik denk, ja, als dat politiek is, dat ik niks meer mag zeggen, op dat gebied voel ik mij enorm bevrijd. Ja. Dat ik nu terug kan zeggen wat waarom ik... Waarom nog... ben je er ooit ingestapt? Want nu voel je je bevrijd omdat je eruit stapt. Maar ja. er moet op dat moment iets geweest zijn. Ja. in die Margriet die zei: van, hm. daarom doe ik het. Well, ja, ik was toen bijzonder naïef eigenlijk. Ik dacht: oh, ik ben iemand met een kijk op de wereld. Op, op kijk op België, Vlaanderen. Ik dacht: uh, ik was een beetje de showbusiness. Mm -hmm. had ik het echt wel een beetje gehad. Mm -hmm. Ik denk: ik wil iets anders doen. Ik wil eens dus echt naar diepte gaan gaan, naar dimensie. Uh, ik vond toen die nieuwe lichting die er was. Uh, van die top vier daar, weet je nog? Bertansio, Verhofstadt. Ja. Uh, wie zat daar nog bij? Steve Stewart, Zaliger. En nog iemand. En die vier gingen toen, zo de nieuwe lichting, dat was de nieuwe lichting, de politiek. Uh, de Witte Mars was er geweest. Allee, de politiek ging terug naar de burger. Ik denk, hé, hey, dat is misschien wel een goede ja. zaak. En Heb ik je... was zo naïef, ik denk, ik ben niet alleen burger, maar ik wil mee naar de burger. Zou je het nog eens doen? Zou je nog eens die stap zetten? Goh, misschien in die omstandigheden wel. Want inhoudelijk vind ik politiek nog altijd een superleuk ding om te doen. Ik mis het soms wel. Hè? Toch wel? Jawel, inhoudelijk mis ik het. Ik mis, mis de discussie. Ik weet nog in de commissies ook zo, dan kwamen daar bepaalde items aan bod. Het was niet altijd ge iets gekort dat je daartussen kwam. Maar je kon mm -hmm. toch wel eens mee proberen een klein beetje de steen te verleggen. En dat vond ik toch okay. wel plezant. We proberen in deze ment, light, uh, ment Late Night wat stenen te verleggen. Ik ben helemaal van aan melk als Margriet begint over meningen. Um, we komen zo dadelijk terug met veel meer. Welkom terug bij Ment Late Night met Margriet Hermans. Um, tegenover mij zit een ridder. Oh ja, dat is. Ja, is, oh ja, dat is er... juist. Ik ben ridder, maar dit zijn we even vergeten uh, in de Leopold Orde, weliswaar. Ja. Waarom heb je die gekregen? Uh, als je weert aan de koning mm -hmm. en dat doe je als je de senaat binnengaat. Dat doe je niet in het Vlaams Parlement. Daar zit het verschil, want het Vlaams ja. Parlement is een beetje republikeins ja. op dat gebied. Dus als je de senaat binnengaat, moet je weren aan de koning. En eigenlijk is dat zo'n titel die de koning ooit in leven geroepen heeft, Leopold II, om ja. de mensen achter zich te binden. Daarmee be... Verklaar je je eigenlijk akkoord dat je trouw bent en zijn beslissing of zijn situatie volgt? Het zijn van de koning volgt. Ik heb dat ook gedaan en dan heb ik die onderscheiding gekregen. Ik was daar op dat moment wel fier op. En, uh, was, je... Spijtig was Alberde niet, het was toen Filip ja. die het heeft. Waarom spijtig? Had je liever Alberde? Ik had liever Alberde ja. gehad toen. En hoort ja. daar iets bij, een wapenschild of zo? Ja. Wat, echt waar? Ik heb daar uh, zo'n grote medaille van. En ook een heel klein, bescheiden, paarse uh, broosje. Maar ik weet niet meer waar Een andere ik... privileges, of is het gewoon de titel? is, nee, van, het is okay, gewoon de titel die je mag opnemen. Of bij sollicitaties of bij... Uh, die je mag opnemen op je doosbrief. Ja. Maar dan is het alweer laat, denk ik. Ja, hè? Laten we daar nog niet te vlug naar evolueren. Nee. Um, helemaal naar het begin terug. Hoe is je carrière eigenlijk begonnen? Hoe, hoe ben je begonnen bij televisie? Ik, ik herinner mij nog beelden van De Drie Wijzen. Ja, ook, klopt. Uh, goed, dus het was ook... bij de Drie Wijzen eigenlijk dat het allemaal begonnen is. Dat was toen een jonge producer, uh, Bart de Pree. Ja. En dat was de presentator van de Drie Wijzen toen, op dat moment was Daniel van Avermaat. Klopt. <kwijls> maar Daniel van Avermaat had ook een zomershow lopen. Maar Daniel ging helemaal zich op de film focussen en op zijn culinaire bezigheden in Brussel. Ik moet zeggen, Daniel van Avermaat is zaliger, want de man is nadien, een jaar of anderhalf nadien gestorven, veel uh -huh. te jong, spijtig. En toen zaten ze bij de drie wijzen van, ja, wat gaan we doen? Um, en toen kwam daar een nieuwe presentator, was Kurt van Negen, die ja. ik al kende. En ik zat dan een paar keer in het panel, ongelooflijk, bij die Walter Grootaars, te gek. Bij Jacques Vermeijeren, bij Gertie Christoffels, allemaal namen. En ja, blijkbaar uh, was ik daar toch vlot en leuk uit de hoek gekomen. En die, en die producer, Bart De Pree, toen in hm. Kazoe. Die zei, ja, wij zoeken eigenlijk iemand om de zomer te presenteren. ik denk, wow. Ja, want, want die kreeg een talkshow. Dat was ja. die tijd, het was een talkshow. Dat was super, het, ja. De ultieme uitzending. En als en vrouw, als, als vrouw, vrouw. was de eerste. die was op dat moment jaloers, maar dat wist ik niet. Dat heb ik pas achteraf uh, vernomen. En Bart zei, Margriet, ik geloof in jou. Jij gaat dat kunnen. Maar het is wel live, zegt hij. Als ik voor de klas mm -hmm. sta, is het ook live. Ja. Hè? Dus daar was ik eigenlijk niet zo bang van. Ik was alleen maar bang van dat, dat het inhoudelijk allemaal een beetje goed zat. In. Ja, zoiets moet ook groeien. Jurgen, je weet dat. Ja. Dus je was ik... heel actief in, in tv, tv-landschap, talkshows, ja. presentaties, ook radio heb je allemaal gedaan. Stel, je wandelt op het strand, er ligt een fles. Hè? En er zit een geest in. Uh, met drie, je krijgt drie wensen. Gof. Drie wensen, maar enkel, maar enkel en alleen op het vlak van, van, van media. Dan, ja. Ja. Hoe zou je ze invullen? Gewoon, maar drie mensen is veel. Hè? Haal er één uit dan. Nou, maar één zou zijn dat ik wel terug uh, iets op tv kon doen. Wat is iets maar op hele tv? Geen quiz, geen talk show, misschien iets met die. Ik, ik zou het liefste... Uh, ja, hoe moet ik dat zeggen, een genre. Uh, human Interest doen. Ah ja? Ja, dat doe ik eigenlijk het liefst. Zou je nog eens willen doen in je carrière dan? Ja, absoluut. Dus, dus die Human Interest programma presenteren. Mensen. Zoiets eigenlijk wat nu Radio Gaga doet. Ja. Dat is altijd mijn droom geweest om dat te doen. Mensen in de realiteit, in hun realiteit, laten spreken over hun realiteit. Mm -hmm. Uiteindelijk hebben mensen daar behoefte aan. Ik denk dat ze de quizzen en al het geleuter wel een beetje beu zijn. Oh. En mijn tweede grote wens zou zijn. Zie je, je komt al aan twee. Ja, Even ja. nadenken en, en straks hebben we de derde wens. Ja, maar mijn tweede zou toch wel muzikaal zijn. Ik zou heel graag uh, samen met ons Celine een duet uitbrengen omdat on, ja, omdat onze stemmen blenden zo goed. Maar wat houdt mij tegen? Ze gaan zeggen... Oh, die Margruzik met Serine, uh, dat is uh, uh, geen lijkenpikkerij, maar er komt levend pikkerij op Serine. Nee, onze stemmen zijn goed bij elkaar. En ik zou dat doodgraag eens doen, met haar een uh, nummer opnemen. Wat zegt je? In dit album ademt een warme en gevoelige vrouw. Ach, oh, dat is lang geleden. Maar ze ademt nog steeds. Die ah, warm, dat en was en je gevoelige. eerste album? Dat was mijn eerste album. Nog op vinyl. Heb je er veel van verkocht toen? Ja. Vandaag de dag ja. hoor ik hoor, dik was dat verkoop van cd's Dat ligt. Nou, dat is nu bijna stil, ja. hè. Hetgeen wat je op, verkoopt bij optredens. Maar ik, ik denk zelfs dat ik nog niet meer in die... Hoe heette die... Uh, die, die hitlijsten. Enfin. In de ultratop. Ja, dankjewel, dankjewel wel, dank u, wel, ja. dank u wel, De ultratop. <laughs> ik weet niet of dat ik daarin kom. Ja. Maar eerlijk gezegd, ik kan dat ook niet meer volgen. Ik volg ook die, al die snufjes in de media en zo niet. En als ze daarop stemmen, dan stijgt er zoveel. En... Goh, ik maak muziek omdat ik fan heb van muziek. Kl kl klopt mijn gevoel een beetje dat de, je dochter je een tweede adem heeft gegeven op het vlak van zingen? Op, op dat vlak? Een beetje wel. Een beetje wel. Zij heeft terug mij laten voelen. Mama, je kunt nog zingen. Doe dat. Ga ja. ervoor. Je kan nog mensen entertainen. Mijn echtgenote ook, moet ik zeggen. Uh, Frank zei altijd, schatje, je moet dat zomaar niet laten vallen. Je moet dat zomaar niet wegdoen. Je gaat nog mensen kunnen gelukkig maken met ja. hun optreden. En u zelf dan ook. En dat klopt eigenlijk wel. Ja, okay. ja. Maar als je, als je daar zo twaalf jaar uit bent geweest, en dat was ook zo toen ik in de politiek was, ja, dan is dat echt terug. terug. Bijna van nul beginnen. Ja. Je hebt natuurlijk die ervaring wel, maar ze was toch even weggestoken. En dat moet allemaal terug een beetje opwarmen. Okay. Genoeg gezongen met Margriet. Zo dadelijk praten we over iets wat je ook niet verleert. Dat is namelijk seks. Welkom terug bij Ment Late Night. Je kan alle programma's herbekijken, nog eens analyseren op de website www.mentlatenight.tv. Volg ons ook via Facebook, Instagram. En Pinterest, uh, want daar kondigen we ook de onderwerpen aan. En kan je eigenlijk interactief ook discussiëren. Ik zie heel veel mensen die daarop reageren, dus laat je volledig gaan. Sommige mensen die straks gaan slapen, willen zich ook volledig uh, laten gaan. Maar willen we het eens even over seks hebben? Het is toch een late night. <laughs> um, waarom, waarom stel ik die vraag over seksualiteit? Uh, vond, vond het een, een heel straffe passage toen in de, in de, in de boekjes ook? Jij hebt je oud als biseksueel. Ja, was ik ook. Was? Uh, ja, was. Ik ben dat in principe nog. Hè? Ik bedoel, dat, 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 dat ontgroei je niet. Maar als je een partner hebt waar je heel gelukkig mee bent, ja, dan steek ik mijn ogen niet meer in de, in, in de richting van iemand anders. Jawel, mijn ogen wel. Uh, maar dan heb je daar echt geen behoefte meer van. Maar ik zeg altijd, mocht mijn echtgenoot wegvallen, wat ik niet hoop, dan zou het net zo goed kunnen en ik kom daar eerlijk voor uit dat ik met een vrouw ja. verder in het leven ga. Ik maak daar geen probleem van. Hebben, hebben mensen daarop gereageerd? Ik herinner me de kop nog in de boekjes van, van ik ben biseksueel, nu ja, je bent bv. Voor sommige mensen, we kennen alleen Margriet als de brave, olijke lachende ja, zangeres. Ja, en dan kom je daar plotseling zo met, ja. met een hamer en een antwoord. Ach, ja, maar ja, ik was eerlijk. Ik bedoel, ik heb ooit ook met, op vrouwen verliefd geweest en op gewoon op... op Mensen verliefd geweest. En daar waren vrouwen bij, daar waren mannen bij. Mm -hmm. Ik maak daar niet zo'n punt van eigenlijk. Maar mijn omgeving toen zei ze wel van zeg maar, wat zegt jij toch allemaal? En dan waren zo al van die scheetentjes. Zeg maar, ik niet. Ik zeg ja, jongens, er is nog altijd zoiets als een uitstraling. Hè? Ja. Maar ondertussen ben ik natuurlijk heel veel jaren verder. En ik, ik ben heel gelukkig getrouwd met Frank. Ik heb er ook lang over gedaan om een vaste partner te hebben. En zeker om te trouwen, want ik denk: oei, trouwen is echt wel een definitieve beslissing. Ja. Zo ernstig zag ik dat dan wel. Maar ja, langs de andere kant. Uh, Jurgen, ik ben een kind van de 60 hè? Dus wij hadden eigenlijk heel veel vrijdom, wij, vrijheid. Zo meer wij, vrijheid vroeger, in ja, de 60s. Ja, ze ja. doen dat nu ook wel. Maar in de 60s was dat echt iets ongelooflijk. Okay, voor je nu de hippiefoto's fotos gaat bovenhalen ja, van, van jouw ja, leer, ja, ja, heb, ja, ja. heb jij joints gerookt? Heb je drugs, Ho, jo, of, drank? Ik heb dat wel Het zijn gedaan. de clichés, maar als, als we praten over de 60s ja, en de 70s, ja, ja. heb je dat allemaal ja, gedaan? Ja, ja de, de remmen waren toen soms heb wel ver te je, zoeken. Je, je hebt drugs genomen. Ja, maar niet zoveel. Ik, ik voelde me daar niet zo goed bij, ja. maar ik heb toch serieus gedronken. Ik zeg nog altijd, ik op elke vent onder tafel toe. <laughs> En dat was zo... Ja, toen was er echt... The sky is the limit. Ja. Toen was de sky the limit. Ja. Wij kwamen uit een klein, burgerlijk milieu. Nu had ik kans. Mijn ouders waren mensen die zelfstandig waren. Die hadden het heel druk met hun zaken. En dat liep allemaal heel goed. Dus die waren supergelukkig. En die wilden maar één ding. Dat was geen last hebben met, die, met, die, met dat vierde kind, die ja. dochter. Ik was geen gemakkelijk ik geef dat toe, maar ik had het zelf ook niet gemakkelijk. Uh, maar ik heb fantastische jaren gehad, veel gereisd in die tijden, uh, popconcerten meegemaakt. Ik wist niet wat dat er op het podium stond, maar we hebben ons wel gaan museeren. Veel geëxperimenteerd? Uh, niet te veel, want dat viel soms wel tegen. Ik heb ooit ene keer, uh, ik weet nog goed, in een kroegje bij ons in Turnhout. Want Turnhout was eigenlijk een oord van de deugnieterij. Ja. Ik besefte dat toen niet, maar dat was een grensstadje. Dus de Nederlanders kwamen bij ons en wij gingen naar Nederland. Ja. En ik herinner me nog wel dat er iemand zo'n een LSD-trip in mijn glas had gedaan. En daar ben ik nog niet goed van geweest nee, op 48. de trip uur. was niet leuk. In het begin wel? In het begin, <laughs> ik denk, wow! <laughs> een rollercoaster. Ja, het, het heette Wacht, hoe was het ook weer. Enfin, ik weet niet met zus, maar het was echt wel een hele leuke trip. Zo in, de, in het begin was, ja, en, en alle mensen die ik bekeek, die kregen zo'n grote mond en lippen en lachen en leuk. Maar dat bleef maar duren. En één keer die kroeg ging dicht. Ik moest naar huis. De realiteit. En toen begonnen de muren in te vallen. En. Oh, ik weet nog goed dat ik bij mijn broer in bed ging liggen. En zei: Margriet, wat is dat hier? Ja. Zei, we deden dat al lang niet meer. Ik zeg ja riks, sorry jongen. Maar ik, ik durf niet alleen blijven. Ik durf. Wat zeg, maar, dat met u? Ik zeg: Wow, ik weet het niet. Er is, ik, ben ik nu zat? Ik het losbandige leven van Margriet. Zou dat geen mooi verhaal zijn? Nee, denk ik. Zou dat een mooi verhaal ik zijn? Denk ik denk het wel. Al. Nee, nee, als, je, als, je, als je zelf zo bent geweest. Je bent moeder van je dochter. Oh, maar mijn dochter is veel puriteinser dan ja? ik. Heb je nog geen angst van als ze maar niet wordt zoals ik was? Oh nee. Ik, ben, ik heb er vol vertrouwen in. Ze is verstandig genoeg. En een mens mag in zijn leven een beetje experimenteren als je maar geen domme dingen doet. Mm -hmm. Wat zijn domme dingen bijvoorbeeld? Voor domme jou? dingen zijn werkelijk je verslaving aan de cocaïne, verslaving aan, aan speed en die dingen. Want je lichaam gaat eraan kapot, hè? Ja. Want nu lees ik daar een, een artikel van jonge mensen in Leuven dat ze te veel drinken en dan denk ik, jongens, we hebben ook gedronken, er komt wel een dag dat die gasten... Zijn we, zijn we niet te, te betuttelend geworden? Tuurlijk, we zijn veel te betuttelend geworden. Die gasten gaan dat wel doorhebben als ik hier blijf drinken. Ben ik er niet door en dan mijn geheugen gaat achteruit. Ik vind altijd direct die maatregelen van we gaan dat doen en we gaan... Laat die mensen toch eens een klein beetje zelf. Je bent, je bent eigenlijk wel een volbloed-liberaal. Je zegt van al die regeltjes, al die wetten, al die toestanden, ja, het eigenlijk... dat hoeft eigenlijk niet. Nee, niet altijd. Ben, je... ben jij, loop jij vandaag de dag, op, op deze leeftijd, loop je altijd binnen die regeltjes vandaag? Natuurlijk niet. Wat doe je dan zoals maar Je wordt wel, Je wordt wel veel meer gecontroleerd dan vroeger, hè. Ik doe, ik doe soms ook mijn gordel niet aan. Als ik van achter zit, doe ik hem nooit aan. Mm -hmm. Dan denk ik, jongens, hou eens op met dat gezeik. Als ik morgen dood wil zijn in een accident, dan wil ik dood zijn. Wat is dat toch allemaal? Ja. Ja, maar dat heeft stel... alles te maken met die verzekeringen. En het verhaal daarachter is altijd stout aan het oorspronkelijke bedoeling. En daar word ik mottig van. Want denk er niet dat... Ik denk niet dat de overheid wakker ligt van iemand individueel die een accident heeft gehad. Maar ze liggen wel wakker van de verzekeringspolissen die naar boven mm -hmm. gaan. Alleen dan denk ik, jongens, wat een hypocrisie is dat hier in deze ja. maatschappij. Hypocrisie, een woord wat in de showwereld uh, soms gebruikt wordt. Als we nu even teruggaan naar, wat je uiten je uh, vanwege seksuele voorkeuren. Als het gaat over holibies. als mm -hmm. het over, gaat over hollywood in, in de showbiz, merk je toch dat heel veel mensen in de kast zitten, er niet uit durven, niet uit willen. Je, zit, je draait al lang genoeg mee in dat wereldje, in die showbiz. Hoe komt dat? Maar waarom durven. Mm -hmm. Je zou toch zeggen, in de huidige tijden, is het niet fout om te Uit uiten. Kastiko, ja. kijk, maar dat is zo, Jurgen, dat is voor elke jonge mens opnieuw gevecht. Ik heb dat in een tijd ook gezegd met de holy-bewegingen. Uh, elke jonge mens ontdekt opeens op een dag dat hij homo is, of biseksueel is, of laten we zeggen, niet het klassieke mm -hmm. patroon volgt. En dat is voor elke jonge mens in elke generatie opnieuw. Een, over, allee, een, een toegeven voor zichzelf en voor zijn familie ja. en voor zijn ouders. Het blijft elke keer een moeilijk punt. In de show is het nog meer. Is en, it, is it, ja, in de, de show is ook. Angst voor is de fans. Ook, de angst, is it... wow, voor de fans niet alleen, maar voor, ook voor hun eigen omgeving. Mm -hmm. Ik ken een paar collega's die niet uit de kast durven komen omwille van hun eigen familie, ja. niet omwille van okay. de fans omdat het blijft een gevoelige materie. En zolang dat de paus blijft zeggen dat homo's niet kunnen, dan denk ik onnozel. Ik had zoveel respect voor je Franciscus en in één keer is het weer niks. Okay. Als hij zo'n uitspraak doet. Geen blad voor de mond in deze <laughs> Ment Late Night met Margriet. We komen zo dadelijk terug. Welkom terug bij Ment Late Night. Je zei tegen mij, waar je het verschrikkelijk mee hebt, is hypocrisie. En dan denk ik, je hebt in de politiek gezeten, in je, je, media uh, showbiz, mag ik eerlijk zijn, dat zijn toch de sectoren waar je zegt van kijk, hypocrisie is daar wel meester. een eigenschap en meester. Ja, maar daar kan je zelf ook wel anders op reageren, hè? want ik heb nooit, denk ik, echt hypocriet geweest, uh -huh. ikzelf. En ik weet van collega's anderen ook niet. Maar je hoeft niet met alles te koop te lopen, dat is een andere zaak. Hè? Er zijn bepaalde ah. momenten waarop je iets kwijt kan, uh, zoals hier, maar er zijn momenten waarop je dat beter niet kwijt kan. Dat heeft nu met hypocrisie te maken, dat is eigenlijk een gedragscode. En ik noem dat, een gedragscode is iets anders dan hypocrisie. Maar in de politiek is ook veel hypocrisie. Echt waar, want dan kwam ik met bepaalde punten af. Als ik een voorbeeld mag geven. Ja. Um, dus de bezoekersruimte in de gevangenissen, dat is iets wat mij heel hoog zit. Um, ik heb daar ook niks tegen, dat gevangenen seks hebben. Absoluut niet. En die mogen het me kan ontmoeten. man, vrouw, in die seks of die intieme ruimtes. Maar als ze daar kinderen verwekken en ze zitten alle twee in de gevangenis, dat vind ik net een stap te ver. Dus mijn uitspraak was, en is nog steeds, doe dat, maar zorg ervoor dat die geen kinderen krijgen. Als, er, allee, als je bedenkt dat er kinderen geboren worden in de gevangenis van Turnhout, in de gevangenis van Brugge, kinderen die daar bij hun moeder blijven, die na vier jaar buiten komen, die voor de eerste keer een auto zien, dan denk ik, allee, waar zijn wij mee bezig? Kindergeld, dat is toch de grootste hypocrisie die er is? Leg eens uit. Maar ja, ze geven dat kindergeld zogezegd aan de kinderen. Dat komt niet bij de kinderen, dat komt bij die ouders. Mm -hmm. Geef die kinderen een warme maaltijd. Kinderen die arm zijn, geef die een warme maaltijd op school. Zorg dat die op school niks moeten betalen. Maar dat kindergeld... Allee, ik vind dat immoreel zelfs. Wij gaan mensen aanmoedigen om kindertjes te kopen. Waar zijn we mee bezig? Mm -hmm. We hebben zoveel kritiek gehad op Shira. Wij doen het in dan omgekeerde ja. zin. Stond je met die meningen alleen? Ja. Te roepen in de woestijn? Ja. Maar nu voel ik toch dat het al begint een beetje te veranderen. Ik weet nog goed, een N-VA, in een van hun verkiezingscampagnes een paar jaar geleden, stond verdubbeling van het kindergeld. Mm -hmm. maar dat hebben ze rap verzwegen. Ja. want ze hadden door dat dat een totaal foute keuze is. Ik natuurlijk. kan er niet omheen, maar ik krijg het gevoel van als ze morgen jou bellen en ze geven je terug een kans om te zeggen van ik stap in een, in een politieke landschap. Ik zou het durven. Je zou het nog eens doen, hè? Ik zou het durven, ja. Ja, ja. Ik zou wat kletsen krijgen weer, hè. Maar ja. ja. Ik vind het alleen erg dat, uh, ja, dat het, is, het, is, het is heel, heel raar hè? de cultuur in die politieke partijen is zo raar. Je hebt ja, Heb ik het is een haatliefdeverhouding? Ja, dat zegt mijn echtgenoot ook. Hij zegt: schatje, naar de ene kant zeg je: je bent erover, En Aan de andere kant zit je: daar constant nog over bezig. En dat is een haatliefdeverhouding, ja. Of een niet verwerkte scheiding met de politiek zou ook kunnen. Een ja, opgelegde scheiding. Opgelegde scheiding. Je ja. geen aanbod gaat van anderen dat je zegt: van kijk, ik ga ergens anders naartoe. <coughs> Ja, dat is ook moeilijk. Hè. Dat is ook moeilijk. Want ik denk, wie is er nog bezig? Wat is het verschil nog tussen politieke partijen? En dat is hetgeen wat ik geleerd heb in de politiek. Hetgeen wat ze verklaren, is niet hetgeen wat ze doen. Wat is het politieke, Als politieke partijsysteem klopt niet meer. Heel de decretale hervorming zo gezegd, van de gemeentepolitiek uh, uh, gemeente uh -huh. en, en, en ook de organisatie, is totaal toch een miskleun geweest. Ja. Sorry. Als ik je voor de keuze stel, ik hou van die zwart-witstellingen soms. Hè. Je mm -hmm. moet kiezen tussen uh, showbiz of politiek. Maar ah, dat is nu heel. En je mag niet combineren. Ik zou durven voor de politiek kiezen. Dit type, hè? Erg, hè? Ja. Alle hoeken van de Kamer gezien. En toch doorgaan: in hè? de politiek. Oh, Hypocrisie. Wel. Messen in je rug. Echt wel. Ruid gestampt, bij wijze van spreken. Elke keer een Monds, lager op de Mondsnoeren, mondsnoeren. Ja. En nu zeg je, ik zou terug durven. Ja, ik zou terug durven, maar op een serieuze plaats. Hè. Niet meer om de lijst op te vullen, want dan zou ik zeggen, jongens, ja. dank u wel. Dat heb ik ook gezegd tegen Alexander. De vorige keer als ze nog mensen nodig op de lijst van de Senaat. <coughs> het is alles of niks. En dat is bij mij in mijn leven altijd zo geweest. Mm -hmm. Ofwel kies ik voor de showbusiness en dan ga ik daar vol voor... Ofwel kies ik voor de politiek en dan ga ik daar vol voor. Maar je kan geen twee of drie paarden tegelijk temmen. Dat kan niet. Oké, okay. komen ze dadelijk terug in deze Ment Late Night. Margriet Hermans, ze jaagt zich echt niet op. Ze zou <laughs> terug graag in de politiek willen stappen en ze blijft erbij lachen. Is er iets in je leven, um, als ik terugschouw op je volledige carrière, op alles wat je gedaan hebt, waarbij je zegt van oké, okay, dat had ik anders moeten aanpakken? Ja, ik denk wel een paar dingen. Ja? Oh. Netwerking. Mm -hmm. Ik zou aan netwerking gedaan hebben. Deed je dat dan niet? Want nee. Iedereen kent je toch? Ja, maar dat is wat anders. Hè? Dat is dankzij de camera. Maar ik ben een slechte in netwerking. Mm -hmm. En ik zou echt iedereen aanbevelen. Iedereen, hè. Zelfs in u, op je eigen werk. Netwerking is zo belangrijk wanneer je ambitieus bent. Ja. Als je niet ambitieus bent, dan ben je gewoon vriendelijk. Dat is onbelangrijk. Maar netwerken, en vooral voor de vrouwen. catastrofaal bij vrouwen. Ik zeg altijd... De loge. Noem al die verenigingen op, ze zijn superbelangrijk, maar er zouden ook vrouwenedities moeten bestaan. Die bestaan, zeggen ze dan, maar die hebben niks te vertellen. Mm -hmm. Dus je moet in een gemengde situatie zitten, want anders lukt het. Niet. Maar vind je niet dat vrouwen het gemakkelijker hebben? Vrouwen hebben andere kwaliteiten of eigenschappen die ze kunnen gebruiken. Als je daar Om... content mee bent, ja, ja. Wat bedoel je met als je daar content maar, mee bent? Als jij zegt van oké, okay, ik, ik ga een jaar of twee, drie de schaduwfiguur zijn van die of die politiek is en dan ga ik ook een goede plaatsje krijgen. Maar dat is mijn principe niet. Ik vind dat moet dat als vrouw verdienen, zoals een man dat verdient. Maar mannen zijn slimmer. Hè? Veel ja. slimmer. Ja, niet te veel zeggen, want dan, dan vinden wij natuurlijk dat we op een andere plaats staan. <laughs> um, je zegt netwerken, maar je zei verschillende dingen zou ik anders aangepakt hebben in, in mijn leven. Ja, ik zou ook vooral doorgebeten hebben wat de universiteit betreft. Mm -hmm. Dat was een beetje mijn frustratie. Ik heb regentaat gedaan ja. uh, en dat zijn eigenlijk. Drie verloren jaren geweest in mijn leven. Ik heb daar eigenlijk niks geleerd. Sorry, dat klinkt nu bijzonder pretentieus, ja. maar ik had daar geen goede leerkrachten. Ik had daar maar één goede leraar, mijn leraar Engels, en de rest was niet goed. Daar heb ik niks van geleerd. En dan dacht ik: heb ik daar drie jaar voor moeten naar school gaan om dat diploma te halen? Dat had ik eigenlijk zo gekund. Ja. Hè? Dus ik had heel graag naar de universiteit gegaan, maar bij ons thuis was ik de eerste die afstudeerde, middelbaar. En ze waren daar zo'n klein beetje achterdochtig naar. Ik vond dat heel spijtig. Daar hebben ze mij wel een kans genomen bij ons thuis. En dat vond ik wel spijtig. Hmm. Maar ik had harder het? moeten vechten misschien. Harder moeten vechten. Komt niet een beetje laat. Ja, ja, ik weet het. Maar sommige frustraties draag je in uw leven mee, hè, Jurgen. Ja, ja. <laughs> <laughs> Mag ik over nadenken natuurlijk? <laughs> Even over de media. Je hebt uh, ook altijd een stem gehad over media in Vlaanderen. Uh, de discussie is actueler dan ooit. Je zit hier op uh, Mint TV, mm -hmm. dat is een, een zender die Vlaamse muziek promoot. Ja. Je bent daar ook heel actief in geweest in uh, de promotie van het Vlaamse Lied. Nog steeds, ja. Uh, loopt het nu beter? Loopt het goed? Ik heb de indruk dat het wel beter loopt. Ja, is ja. dat de tijdsgeest die veranderd is of zijn er meer mogelijkheden? Ik denk dat de, de techniciteit is, er zijn meer mogelijkheden. Mensen die bijvoorbeeld zeggen van ja. Ik heb het nu echt wel gehad met de uh, Wim de Kranes enzovoorts. Pas op, ja. geen slecht woord van die mensen. Maar die willen eens iets fris horen. En mensen die echt fan zijn van het Vlaamse lied, het populaire Vlaamse lied, die kunnen terecht op mens. Ja. Ik denk dat nu met de verschillende kanalen er wel meer mogelijkheden zijn. Maar nu krijg je weer wel, en dat vind ik spijtig, terug een segmentering. Mm -hmm. He, dus ik kan nu zeggen, Radio 1 gaat voor het alternatieve Vlaamse lied. Ja. Oké, okay. het is ook Vlaams. Mm -hmm. Goed, ik ben daar voorstander van. Maar, Wanneer je gedraaid wordt op radio 1, kent de radio 2, luisteraar niet. En dan heb je nog de studio Brussels, die, die eigenlijk wel heel veel Belgisch draaien, en heel veel, mm -hmm. maar niet alleen Vlaams. Vlaams, maar niet Nederlandstalig, als ik ja. dat zo mag zeggen. En dan heb je natuurlijk M&M, dat voor ons eigenlijk onbelangrijk is, als artiest. Dat is maar voor een paar kleine... Ja, voor de, voor de, ja. de Deus. Ja. Maar die airplay op de radio's is, is belangrijk voor Vlaamse artiesten. Is fundamenteel artiesten. belangrijk. En ook eigenlijk, wij moeten terug naar... Uh, TV-programma's met, ja. een, met een gezicht. Het is in actualiteit ook, het is paniek bij de VRT. De openbare omroep krijgt minder en minder middelen. Dat zijn politieke beslissingen. Ja. Uh, vind je dat een goede zaak? Of zeg je, nu pakken ze de VRT wel wat te hard aan? Ik denk niet dat ze de VRT te hard aanpakken. Ik denk dat de VRT te veel jaren luxueus kunnen leven mm -hmm. heeft en met veel overheidsgeld heeft gesmeten. Als ik de programmatie van Canvas nu zie, de dag van vandaag, dan denk ik, jongens, daar kijkt toch geen kat nog naar. En ik was een echte Canvas-kijker. Ja. Behalve Radio Gaga, vind ik super. Ja, ja. Hè? Maar dan denk ik, jongens, wat zijn jullie mee bezig, die programmatie? Ik vraag me af, is dat een nieuwe programmator? Het is volgens mij totaal slecht. Mm -hmm. Heel, heel slecht. Want die mensen die echt elitair willen kijken, ja, die hebben andere mogelijkheden, ja. dan gaat het toch niet meer voor de Canvas. Dan gaat het naar BBC of naar Arte of weet ik veel wat. En nu zijn ze zo elitair Vlaams bezig. Dat ja. ik wat? Ben jij een, een oude mediagebruiker? Kijk jij tv van in je sofa? Of ben jij ook iemand die op de tablets kijkt of internet. Uh... Ik, ben, ik kijk wel naar tablets als ik iets gemist heb. Ja. <laughs> ja. Dan, uh, want ik heb pas dat abonnement bij Telenet opgezegd van iets gemist. Omdat ik dat eigenlijk toch niet gebruikte. En dat was dan uiteindelijk een dure, dure zaak. Maar het gebeurt wel dat ik op een tablet terug ga kijken naar iets, en ze zeggen, maar Frits, je hebt dat gemist. Dan denk ik, oh, ja. nu eens, ik hoorde jou aankondigen hier, MENT-TV. Mm -hmm. Light, uh, man, late, man night. late Night. Ja. En jij zegt, Light, nee, 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 man Late Night, is een moeilijk woord, dat is een moeilijk woord. Ja. En jij zei van, ja, mensen, je kan terug gaan kijken op, kijk dan zou ik dat wel durven. Ja. Dan ga ik, als je dat genoeg zegt, dan denk ik, hey, ja, ik ga eens ja. kijken. Je kan jezelf uh, herbekijken, ja. dus op uh, mentlatenight.tv. Daar ja. staan alle afleveringen. Nog één vraagje heb ik voor jou, uh, die stel ik bijna aan iedereen. Wat in je leven zou je nog eens willen realiseren, waarbij je zegt van dit moet ik in mijn leven ooit gedaan hebben. Sommige mensen zeggen een wereldreis, andere mensen zeggen iets, waarbij het kan ook niks zijn. Je zegt nee, ik ben, ben volstrekt gelukkig. Jan Vrij zei dat bijvoorbeeld. Hij zei nee, ik heb niks. Is er iets waar je zegt van dat? Ja, ik, ik dat. heb ook niet meer de grote ambitie om nog echt iets te bewegen. Mm -hmm. hè? Maar reizen is toch wel iets waar ja. ik nog meer aan wil. Ja, ja, ja. Maar we zitten een beetje met problemen als huisdieren, want ik ben ook iemand die heel erg hecht is. Ik weet dat dat een beetje raar is, jullie. Maar ik ben nog wel heel erg met dieren bezig, ook in Vlaanderen. Ik heb vroeger nog een dierenprogramma gehad, okay. hè, dikke vrienden. Ja. En ik ben daar nog steeds mee bezig, heel veel. Ik schrijf ook een artikel, als ik dat mag zeggen, voor de Woef-kolom, ja. uh, samen met Herman Brusselmans. Uh, alternerend. En ik ben nog altijd heel, heel geëngageerd naar dieren toe. Dus ik ben heel blij met onze minister nu van dierenwelzijn, met Ben mm -hmm. Wijs. Want ik vind dat hij al een paar heel degelijke beslissingen genomen heeft. En dat zou ik dan, als het in die zin iets zou zijn, dan zou ik reizen nemen uh, met een goede oplossing voor de huisdieren. Okay, <laughs> goed. Wie weet hebben we wat ideeën of gaan mensen je e-mailen. Magiet bedankt voor je komst in deze Ment Late Night. En u de kijker mag nu gaan slapen.